Beste muziekvrienden, liefhebbers van Marsmuziek, liefhebbers van KNG en KNG-leden. 30 april aanstaande komt er een cd uit van KNG. Een cd waar showmuziek op staat, op en afmars en een medley. En voor de zomer, deze zomer nog, komt er een cd uit met allemaal marsen daarop. En een groot deel daarvan is nieuw en vers opgenomen. Mijn naam is Marten Vergozen. Voor de afgelopen opnames ben ik samen met mijn collega Marco Degenaars zijn we de opnametechnicus geweest, de geluidstechnicus van de cd's. En in dit filmpje ga ik jullie meenemen in een stukje behind the scenes. Dus wat is er nodig? Wat zijn de belangrijkste stappen om te komen tot de cd? En dan specifiek tot de cd nu van KNG. En waar kun je op letten als je naar deze cd gaat luisteren? Ik ga jullie in 7 stappen meenemen. Na die 7 stappen ga ik nog eventjes een interview doen met René Lekkie, een van de instructeurs, klankregisseurs van de cd. Om ook even vanuit klankregie een beeld te vormen van hoe komt zo'n cd nu tot stand. Ik verhuis even naar de bovenhoek en ik neem jullie even mee in de techniek van de cd's van KNG. Om te komen tot een opname van een cd, een vastlegging van een cd, zijn er grofweg een 7-tal stappen te volgen. Dat is allereerst heel belangrijk, dat is de locatie waar je de cd op gaat nemen. De wijze waarop je de microfoons, hoe je dat op gaat stellen, hoe je het gaat opnemen. Ik ga je daar doorheen meenemen. Stukje opnames, hoe vindt nou zo'n opname plaats? Hoe ziet het er nou uit? Vervolgens heb je het proces dat alles aan geknipt en geplakt moet worden. Dat moet allemaal, alle muziek moet ook gemixt worden, in balans worden gebracht. Eigenlijk klaar om richting de drukker te gaan voor de cd. Je hebt nog een stukje evaluatie en reparatie. Je moet altijd eventjes even weer afstand nemen om te kijken hoe alles nu klinkt. Dat is die stap. En de laatste stap is het masteren. Nou, dat start met de opname locatie. Ik zei net al, die is ontzettend belangrijk. De vorige cd, daar zie je hier een plaatje van. De battle, die is opgenomen in een vrij grote hal. Het is een gymzaal in Wassenaar. En zo'n hal heeft een behoorlijk mooie natuurlijke akoestiek. En uiteindelijk wil je op een cd het geluid hebben zo mooi en natuurlijk als het kan. Zeg maar. Dat is het idee van de cd opnemen. Dus de vorige keer is dat in een vrij grote hal gedaan. Deze keer is ervoor gekozen om dat in een wat kleinere ruimte te doen. Dat heeft als nadeel dat je die natuurlijke galm, die natuurlijke akoestiek wat minder kunt wat minder kan opnemen. Dat betekent dat je dat dus kunstmatig aan toe moet voegen. Maar het voordeel is dat je wel een hele heldere sound kunt krijgen. Dus net alsof je heel dicht op het orkest staat en precies hoort wat er gebeurt. En voor deze nieuwe cd is er dus gekozen om met deze ruimte op te gaan nemen. En ik zal je eventjes nog even wat schema's laten zien hoe dat, wat ik eigenlijk bedoel te vertellen. Is je hebt de grote zaal, hè, dus de vorige cd, die is in zo'n setting opgenomen. Je ziet de microfoon staan vrij ver van het orkest vandaan. Dus het is een grote locatie. Dus je hebt het idee dat je wat verder van het orkest afstaat. Je hebt wat natuurlijke galm en dat nemen we allemaal op. Nou, en in de nieuwe cd hebben we een stuk kleinere locatie. Dus het orkest zit iets wat meer op elkaar en de microfoons staan ook dichter op elkaar. Het gevolg hiervan is dat met de nieuwe cd je veel meer het gevoel hebt dat je wat dichter op het orkest staat. Er is wel wat natuurlijke galm, om het wel lekker te laten klinken, is er kunstmatig aan toegevoegd, moet ik dan even zeggen. Maar dit is dus wel een groot verschil tussen de vorige cd en tussen de huidige cd. De volgende stap is opstelling van de microfoons. Nou, eigenlijk, de wijze waarop je op wil nemen is niet zoals je op straat klinkt. Dat zouden we graag willen, maar dit is nooit zo lekker in balans. Voor het lopen op straat is het natuurlijk perfect, want je loopt met je maatjes in de rij en het ziet er ook mooi uit. Maar voor de opname van de cd wil je eigenlijk meer naar een opstelling toe, zoals, en dan zie je hier een klein plaatje van, zoals je op een concert muziek maakt. Dus de cd is opgenomen alsof je naar een concert zit te luisteren. Dat is het idee achter de opstelling en de opstelling van de microfoons. En dat zal ik hier even laten zien. Dit is dus dat plaatje van die zaal. Hier zie je dus een hoofdset. Nou, we hebben gebruik gemaakt van 4 microfoons aan de voorkant. Waarbij eigenlijk dit stel eigenlijk het belangrijkste is. En dat hebben we gedaan omdat je dan zoveel mogelijk het idee hebt dat je voor het orkest staat en het orkest hoort spelen. Dus op die manier hebben we dat opgenomen. Maar in de mix maak je ook gebruik van
hulpmicrofoons of steunmicrofoons, zoals we dat noemen. Dus in het orkest zijn overal bij instrumentgroepen en bij stemmen zijn extra microfoons geplaatst. Nou, en in totaal is deze CD opgenomen met 31 microfoons. Dus 31 sporen op de mixer zijn er verzameld en vastgelegd om deze CD te maken. En hoe ziet nou zo'n opnameproces eruit? Dit is een plaatje van de opnames als die gedaan is. En hier aan de voorkant hier zie je ook mooi die hoofdmicrofoonset staan. En hier zie je ook de concertopstelling van het orkest. Hier heb ik een plaatje. Dit is een andere kamer. Dit is de regiekamer, zeg maar. Dus hier komen alle kabels en alle microfoontjes komen hier binnen op de mengpanelen. Jullie zien mij heel erg interessant doen met een aantal schuiven. En hier zit, in dit geval is dat Jeroen Bron, dat is ook een instructeur, klankregisseur. Die luistert naar wat er op dat moment opgenomen wordt. En René Draaiers doet hier de aantekeningen. En Martijn Vogelaar, ook een instructeur van KG, die zit hier mee te kijken en te luisteren of de tamboers goed hun werk hebben gedaan. Hij is tamboerinstructeur. Belangrijk is dat tijdens zo'n opname worden er allemaal takes gemaakt, zeg maar. Dus een nummer op een cd is nooit één take en die brand je op cd. Waarom is dat nooit? Nou, het is een orkest van 70 man. Daar zal René straks denk ik ook nog wel wat over vertellen. Het is een groot orkest. Er gebeurt altijd wel iets geks in een orkest. Net even een nootje gemist of wat dan ook. Dus dan wil je eigenlijk een aantal takes van een nummer of wat reparaties gaan doen. Dus zo'n opname is altijd van één nummer, worden meerdere opnames gemaakt en dat wordt samengevoegd tot één. Zo werkt het eigenlijk, maar René zal er straks ook nog wel wat meer over vertellen, denk ik. Dan stap 4. Opnames hebben we gehad. Nou, dan heb je een harde schijf vol met data. En dan is het eigenlijk knippen en plakken geblazen en dat noemen we dan editen. Dit is even een plaatje van de software die ik gebruik. Je hoeft het niet te kunnen lezen. Maar dit zijn al die microfoonsporen, zeg maar. Die zie je hier aan de linkerkant. Dit zijn dus die 31 microfoons. En hier zie je al die sporen. Nou, dit is één nummer, één marsje. En al die tekstjes die je hier allemaal extra ziet staan, zeg maar. Eigenlijk die witte vlakjes, als je het een beetje kunt lezen. Dat zijn allemaal knipjes. Nou, je moet je voorstellen, een mars, zoals op de Mars-CD, daar zitten over het algemeen tussen de 6, maximaal 8 knipjes in van takes die aan elkaar geplakt zijn. En dit is het werk van de geluidstechnicus. Dus hier hebben Marco en ik heel veel tijd aan besteed om al die takes die met de opnames zijn opgenomen, om die te maken tot één geheel. En voor ons is het dus een enorme uitdaging om te zorgen dat op de CD niks meer van die knipjes te horen is. Ik hoop ook dat jullie ze niet gaan vinden, uiteraard. Dit is een simpele mars. Nou, en om een beetje een voorstelling te geven van hoe ziet een wat complexere mars eruit. Nou, mijn beeldscherm zit er een heel klein beetje overheen. Maar dat ziet er ongeveer zo uit. Dit is dan een medley geweest. En een medley is altijd meerdere muziekstukjes. En die worden ook vaak los opgenomen. Dus daar zul je veel meer in moeten knippen en plakken. En dan heb je het, als je het hebt over muziekstukken van 7 tot 10 minuten. Dan zit je al gauw tot 20, 30 knipjes die in de muziek worden gemaakt. Nou, dit wordt dus per nummer wordt het allemaal in elkaar gezet. En als dat dan allemaal in elkaar staat, ja, dan ga je naar de volgende stap, het mixen. Nou, en daar komt er een hele grote rol ook voor het instructieteam / klankregisseurs. En hier zitten ze dan toevallig alle drie. Hier worden alle muziekstukken teruggeluisterd, wat allemaal geknipt en geplakt is door Marco en mij. En daarin nou eigenlijk wordt er gewoon een basissound wordt er bepaald, want de hele CD moet wel ongeveer hetzelfde klinken, zeg maar. Dus er wordt een basissound bepaald en per nummer wordt per, nou bijna per maat zou ik willen zeggen, wordt er gekeken naar de balans. Komt het nummer nu over zoals het over zou moeten komen? In de basis wordt eigenlijk dat hoofdmicrofoonstel gebruikt, want dat is hoe je luistert naar KNG in het echt. Maar om het op cd nog beter en helderder over te laten komen, wordt er dus in het mixen wordt er dus gezocht naar hoe zou de balans het beste kunnen zijn. Dat wordt per nummer gedaan en het kan soms per instrumentgroep of zelfs per instrumentstem kan dat gemixt worden. En dat is omdat, en dat, dat kan omdat wij allemaal van die hulpmicrofoons hebben gebruikt. Ja, en dan heb je eigenlijk, dit is eigenlijk een heel belangrijk proces, evaluatie en reparatie. Soms moet je even die muziek wegleggen
Even een paar dagen laten rusten en dan weer even met frisse oren naar luisteren. En dan hoor je altijd weer nieuwe dingen waar je een paar dagen geleden alweer overheen aan het luisteren was. Het is een hele belangrijke fase. Maar wat doe je ook in deze fase? Die muziek, die luisteren we straks natuurlijk niet alleen maar op perfecte oortelefoons of of geluidsinstallatie of een studio. Nou, het wordt in auto's geluisterd, op je mobiel, op speakers, op je mobiel met een oortje of op je hi-fi-installatie thuis. Ja, daar wordt het allemaal op geluisterd. En eigenlijk overal moet het gewoon wel lekker klinken. Dat is dus in deze fase is dat dus gedaan. De hele CD wordt daar dus ja, geluisterd van nou, klinkt dat dan ook lekker als ik het in de trein op mijn telefoon ga zitten luisteren. Nou, de laatste stap, dat is de mastering. Dat gebeurt met elk nummer wat je hoort, of het nou pop, rock of wat dan ook is. Er is altijd een masteringfase. En in die fase, daarin wordt alle levels, dus het volume van elk nummer wordt helemaal gelijk getrokken. Zodat als je de CD luistert, dat je niet tussen elk nummer bijvoorbeeld het volume moet op en neer moet bewegen. Eigenlijk is dit de laatste fase waarin dus de hele CD nou, heel mooi wordt gemaakt. Alle muziek wordt mooi gemaakt. Zo mooi is dat wij het op een CD gaan persen. Dit zijn dus die 7 stappen. Gaan we nu eventjes over naar het interviewtje met René. Ik heb even René gebeld. Helaas kan dat in deze tijden natuurlijk niet met live interviews. Dus ik heb hem even gebeld via de Zoom met beeldbellen. En ik heb hem even wat vragen gesteld en krijgen we wat achtergrond over hoe krankregie nou werkt. Oké, René, leuk dat je even wel virtueel aanschuiven voor dit korte interviewtje. In jouw rol als klankregisseur, wat je samen met Jeroen Bron, ook een instructeur van KNG, hebt opgepakt, heb je ook gewisseld met de rol van dirigent. Het gaat mij met name om hoe is die rol van klankregisseur, maar ik ben wel even benieuwd. Kan jij toelichten wat het verschil is tussen de dirigent die in de zaal met het orkest staat en de klankregisseur die in de opnameruimte zit? Ja, nou Martin, het verschil is eigenlijk niet enorm groot. Je moet je voorstellen, de dirigent, en zowel dirigent als klankregisseur, die zijn erg gefocust op uiteindelijk de uitvoering van het muziekstuk. De dirigent doet dat rechtstreeks fysiek voor het orkest. Die ziet ook de muzikanten zitten. En de klankregisseur doet dat vanaf een afstand en die heeft eigenlijk alleen een hoofdtelefoon op en die neemt alleen maar waar. En je moet je voorstellen, als je ogen dicht doet, dan ben je ook vaak veel meer gefocust op geluiden. En de dirigent die heeft zijn ogen open, dat is maar goed ook, denk ik. Soms ook wel dicht. En die is natuurlijk bezig met dynamiek, balans en dergelijke gelijkheid. Maar die moet dat ook, die heeft zeg maar een soort marionet, alle touwtjes in handen, marionet speelt op. En de klankregisseur is alleen maar gefocust op wat hij hoort. Dat gaat eigenlijk heel goed, want er hangen natuurlijk talloze microfoons door de ruimte en boven de secties. Dus die krijgt een heel mooi beeld, zoals we dat noemen, van het totale orkest, zonder dat die afgeleid wordt door fysieke muzikanten voor zich. Ja, want wat is dan eigenlijk de belangrijkste rol van een klankregisseur? Een klankregisseur zorgt ervoor dat er genoeg materiaal is. En met materiaal bedoelen we, stel dat we nemen een muziekstuk op. Daar gebeuren allerlei ongelukjes gewoon. En dat kan zijn dat iemand van een hoge noot afvalt, dat loopjes niet gelijk zijn, timing, balans. Dat bijvoorbeeld op een gegeven moment de derde trompet veel sterker is dan de eerste trompet en dergelijke. Nou, Het zijn 70 muzikanten uiteindelijk, hè? Wat samen uiteraard, moet ja, dan. Ja. precies. Verdeeld over verschillende secties met functies en dergelijke. Dus de klankregisseur let erop dat er voldoende materiaal is, nogmaals, dus waarin zo min mogelijk ongelukjes gebeuren. Van ongelijkheden, onzuiverheden, balansdingetjes, ritmische figuren, ongelukjes, mensen die verkeerde noten spelen, et cetera. Ja, oké. Ik kan me voorstellen, het zijn wel lange opnamedagen, zeg maar. Hè? Dus, en hoe hou je nou tijdens zo'n dag, misschien zowel als klankregisseur als dirigent, maar hoe hou je nou zo'n orkest een beetje gemotiveerd? Nou, sowieso werken we natuurlijk met een enorm gemotiveerd orkest, dus dat is al een privilege. Dat is ook wel echt wel een voordeel hoor. De mannen willen het gewoon heel graag goed doen en zo goed mogelijk gespeeld. En ze komen soms zelf ook met: hé, hey, daar liep het niet lekker, ik ben van die noot afgevallen. Dus dat is al fijn, maar ja, weet je, uiteindelijk, het heeft ook te maken met wanneer neem je wat op. Er zijn een aantal, met name nummers die wat langer spelen, die gaan lekker vlot altijd. Dus dat scheelt ook. Als de dingen vlot gaan, dan zijn mensen ook vaak gemotiveerd. En voor de rest,
eigenlijk met zoals zoveel dingen gewoon vanuit het positieve uitgaan en blijven motiveren. Ook al was het nog zo slecht, zeggen we niet dat het dramatisch was, slecht was. Dus dat is eigenlijk een van de trucjes. Nooit zeggen dat het slecht gaat. Ja. En wat ook een trucje is, dat hebben we voor mij dit keer niet gedaan. Toen zeg je, joh, we nemen 11 nummers op en doe nummer 10 of zo, snap je? Dus dan valt het weer mee of zo. Een beetje psychologie ook. Ja. Oh ja, oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant, als die 11 ook goed gaat, dan zou ik niet opnemen. Het kan misschien zo zijn dat een bepaalde passage er maar niet goed opkomt. Het lukt maar, het zit even niet goed of wat dan ook. Ja. Gebeurt dat en wat doe je dan? Nou, wat we dan doen is, en dat hebben de jongens ook ervaren, we doen dan gewoon een passage. Het zijn vaak kleine stukjes hoor. Doen we gewoon een aantal keer opnemen, soms wel 10 keer. En dan gaan we gewoon kijken wat is de beste van die 10. En dan kan natuurlijk achteraf in de studio tegenwoordig nog gewoon heel veel. En daar waarschijnlijk al iets over verteld, of ga je nog doen. Je kan geluid zichtbaar maken door middel van golven. Een lange en een 16e noot. Die bepaalde computerprogramma's kan je zo oprekken dat je hem zelfs in die 16e noot kan knippen en plakken en dergelijke. Ja. Maar terugkomen op je vraag, gewoon heel een bepaalde passage vaak opnemen en daar gewoon de beste van kiezen. En in samenspraak met de mensen die het opnemen, kijken achteraf wat er nog mogelijk is. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Dat zijn eventjes de opnames, zeg maar, hoe dat ongeveer verloopt. Maar dan zit er nog, na de opnames, daar zit eigenlijk nog een heel traject aan vast. Hè? Want daar stopt het niet mee voor de rol als klankregisseur. Dan ga je dus, dan moet de boel ook gemixt worden. Ik heb al iets eerder uitgelegd welke stappen dat allemaal zijn. En tijdens het mixen, daar heb je ook een bepaalde rol. Ja, hoe ziet die eruit? Dat doen we sowieso met het hele instructieteam. Ja, het mixen is eigenlijk niks anders als proberen om het orkest zo natuurlijk mogelijk te laten klinken. Het mooie is van mixen dat je het nog heel veel kan, maar sommige dingen kunnen ook niet. En we zeggen ook vaak tegen het orkest, je kan secties niet zachter zetten, maar wel omhoog gaan. Ja. Dus ja, daar komt het op neer. Stel nou dat een alt-sax veel sterker is dan de hele eerste trompetsectie, of de hele trompetsectie, dan gaat er iets mis. Dan kan je met het mixen een beetje levelen. Maar dat is niet heel veel, toch, wat je kan doen? Nee, ja, dat hangt ook weer van de opname af. Maar uiteindelijk moet het gewoon, in de basis moet het goed zijn. Dus het zijn de details die je dan weer nog eventueel een beetje kan bijschaven. Ja. En dergelijke. En het belangrijkste is dat het orkest gewoon klinkt zoals het men het gewend is. Ja, oké. Ja, wat zijn voor jou de allergrootste uitdagingen tijdens die mix? Je zei net al, het moet goed klinken. Hè? Maar kun je daar eens wat meer over vertellen? De grootste uitdaging is als er dingen niet mogelijk zijn. En dat je voor je gevoel genoegen moet nemen met een resultaat dat je misschien, waar je misschien niet 100% blij mee bent. En sommige dingen kunnen gewoon niet beter of mooier. Of sommige fouten of vergissingen of misstukjes of ongelijkheden. Of onzuiverheden, gaan we zo maar door. Kan je niet altijd met mixen en editen en knippen plakken. Kan je doen laten verdwijnen. Ja. En het is ook wel leuk als het wel lukt. Maar als het niet lukt, ja. Maar dan hebben we het over details. Het is niet zo dat het enorm vals is of ongelijk. Nee. En wij gaan natuurlijk eigenlijk tot hele kleine details luisteren. Ja. Waarbij misschien een normale luisteraar zoiets heeft van, nou, ik hoor niks geks. Maar net zoals, ik heb al vaker gezegd, we luisteren vaak de nummers voordat we het gaan spelen met KNG. Oké, dat is een mooi nummer. Oké, de luister is dat geschikt. Ja, dan gaan we het bewerken. Dus dan ben je, zoals Jeroen en ik, zijn bezig met muzieknotatieprogramma's. Dan gaan we het instuderen. Dan gaan we het opnemen. Dan gaan we het mixen. Dan gaan we het nog eens masteren, et cetera. Dus je weet in detail eigenlijk van ieder nootje wat er gebeurt. En dat zou je het liefst zo mooi mogelijk en perfect mogelijk ook op de opname willen hebben. Wat niet altijd lukt. Nee, inderdaad. Want er moet heel veel opgenomen worden in korte tijd. Hè? Dus het is niet als een grote commerciële band die één nummer een week lang de studio heeft. Ja, we hebben een avond gesoundcheckt. Alle microfoons klaargezet. We hebben een avond opgenomen en nog een dag opgenomen. En dan het nabewerken, het mixen. Dan heb ik het nog ineens over het aan elkaar knippen plakken. Dat hebben jullie gedaan. Dat is ook 2 dagen werk. En dan nog een halve dag in de studio nogmaals masteren. Dus ja, waar inderdaad een artiest soms wel maanden tot een half jaar bezig is.
soms een enkel nummer, een singeltje, zijn wij gewoon eigenlijk in een week tijd klaar. Ja, inderdaad. Dus ja. Zo zou het moeten zijn. Ja, inderdaad. Oké, laatste vragen. Ben je tevreden met het resultaat? Ja, ik ben tevreden met het resultaat. Ik denk dat er, het is heel steady, zeg maar, gespeeld. Het wordt ook goed gespeeld, gemotiveerd gespeeld. En dat hoor je ook terug. Het hele proces was leuk en prettig om te doen. We hebben goed samengewerkt. Alle technische mensen zoals jullie, artistieke mensen en het orkest. En ik denk dat het gewoon weer een hele leuke CD, CD's, het zijn twee CD's, ja. CD's zijn geworden. Ook misschien weer anders dan de vorige, ook weer qua opname technisch. Maar ik denk weer een mooi product, dus ja, zeker. Oké, okay. Waar moeten de mensen, laatste vraag, waar moeten de mensen echt op gaan letten als ze de CD's gaan luisteren? Ik denk dat de mensen gewoon lekker moeten gaan genieten. En dan CD op je, in de auto of op je, hoe je het dan ook afluistert. En waar ze op moeten letten. Nou ja, ik denk gewoon dat je ook wel het enthousiasme van het orkest terug kan doen. Ja. De drive. Ja. Nou, bij deze. René, ontzettend bedankt voor je voor het interviewtje. Het was even behelpen met op afstand. Maar ik denk dat het zo prima geslaagd is. Top. Oké, dankjewel. Jo. Jo, hoi.